De federale parlementsverkiezingen eisen hun tol. Een aantal volksvertegenwoordigers neemt voorgoed afscheid van het halfrond. Het zijn stuk voor stuk verdienstelijke politici die we niet kunnen laten gaan zonder een laatste gesprek over hoop, gemiste kansen en realisaties. Dus ik ben Lieve van Ermen en ik ben verkozen als enigste rechtstreeks verkozen senator in 2007 op de lijst van LDD, maar was ervoor ook al op de lijst geweest samen met Jean-Marie op de senaatslijst van de VLD. Dus ik ben zeker een liberaal en ik vind mij in het programma van LDD als een vis in het water. Ik vind dat ons programma het kompas, de lijn van in dat politieke landschap, vind ik heel juist. En ik vind zelfs dus dat de andere partijen dat heel vaak, zeker nu recent nog, overnemen, dezelfde begrippen gebruiken, dezelfde filosofie daar rond en dat, dus dat ons zelfs bijna nabootsen. Wat vind ik... belangrijk bij LDD. Ik denk dat het ontsproten is. Zo'n beetje, nu niet dat ik een pilarenbijter ben en vergelijk met de eerste christenen, maar dat is wel een geschiedenis van een beweging die iedereen kent. En de eerste christengemeenschappen die hadden eerst, dus Jezus is begonnen met 12 vissers. Dat waren ook heel gewoon mensen. Populisten zou tegenwoordig dus de gucht zeggen. En die niks wisten van theologie, van wetteksten, juridisch. Ze zeiden tegen Rome en zo. Er niks van wisten. En die toch dat project interessant vonden. Maar daarna dan overal rond de Middellandse Zee hadden ze gemeenschappen. En de christenbeweging had nooit die vaart gekend en nooit die stimulus gehad, hadden ze niet Paulus gehad. Paulus was de man die 4 talen sprak, die eigenlijk dus ook het Romeins staatsburgerschap had. En zo vind ik ook dat LDD een man nodig heeft, een charismatische man, een academicus, die net als Paulus de heen en weer gaat tussen de verenigingen, tussen de afdelingen en ook de aan elkaar kan binden en verzoenende taal spreken en ook in de teksten of geschillen die ze zouden zien daar een eenheid kan inbrengen. En dat is belangrijk. En ik denk dat we dat nodig hebben. De taal van Jean-Marie is... hij heeft de potentie van echt de brains van een universitair te zijn en een academicus, maar hij heeft de academische opleiding de facto niet gehad. Dus kan zijn taal, en dat is zijn merk, nog wel wat rabouwig overkomen. En dat gaat over, dat sympathiek en dat stof, maar dat gaat niet blijvend de burgerij en de academici kunnen boeien. En het is daarom dat ik het belangrijk vind dat we zo'n figuur ook naar voren kunnen plaatsen die boodschap, die fantastische boodschap die LDD heeft, dat project wat ik in geloof, dat ook naar een bredere maatschappelijk gegeven kan overbrengen. Dat ik verkozen ben, dus dat was voor mij een totaal toevallige geluk dat ik had dat nooit verwacht. Tot op de avond voor de verkiezingen, van de verkiezingen dacht ik niet dat ik verkozen was, dus dat is voor mij een groot geluk dat ik ook als arts en met mijn ervaring als zorgverstrekker een woord kan doen en ook vanaf die pupiter de belangen van de artsen en de dingen die belangrijk zijn, dat er ook zouden gestemd worden, wetsvoorstellen over maken en zo. Dat vond ik een groot geluk dat ik erbij mocht horen en dat ik dat parlementair werk kon doen. En ik vind, ik ga dat ook erg missen, want ik vind door in het parlement te zitten en parlementair te zijn, dan werken uw hersenen op hoger toerental, op een hogere versnelling. Dus je leest de kranten anders, je luistert anders naar het nieuws en je zet er
dichterbij en je kunt er... Je hebt het idee dat je er iets aan zou kunnen doen. Allee, dat is leuk, ja. Ja, dat zijn vaak persoonlijke zaken. Hè. Structureel vond ik het een dwaasheid dat voor de regeringsverklaring er niet werd gedebatteerd in de Senaat. En als ik dat dan te berde bracht, hoe is dat mogelijk dat wij daar niet mogen over debatteren? Ja, maar er is nu juist een evenement in het half rond en dat is belangrijk. Dat was al lang voorbereid. Ik zeg, ja, maar doet het dan op een andere dag? Maar dat moet altijd 72 uur of zoiets na de Kamer. Ja, maar dan ging dat te moeilijk en dan moesten ze allemaal terugkomen. Enfin, het is precies of de statierijke half rond is belangrijker dan het debat van de senatoren. Dat vond ik structureel echt belachelijk. Dan een persoonlijk iets. Dus ik heb er een punt van gemaakt en een wetsvoorstel gemaakt. Dus dat palliatieve zorg blijvend structureel gefinancierd kan worden. Ik vind dat heel belangrijk dat we niet pensiekermissen en van alles moeten doen om die mensen te kunnen eervol te laten sterven zonder medische hardnekkigheid. En ik had dat in juni al gemaakt en een mini-debat over gedaan. En dan vraag ik aan Langerie, die moeder ook op palliatieven had gelegen. Ik wilde dat niet mee ondertekenen. Ah, maar ja, geeft mevrouw de minister nog even tijd na het reces en zo. En dan deden we terug een mini-debat in oktober. Ja, maar geeft ze nog even tijd tot het einde van het jaar. Allee, ze heeft me echt 6 maanden aan het lijntje gehouden. En dan was het de laatste plenaire voor december, voor het kerstreces. En dan zei mevrouw Langerie ineens, ja, maar ik kan niet meer meetekenen, want ik heb al met hetzelfde voorstel ongeveer meegetekend met CDH. Dus die verzuilde partijen en die zusterlijke genegenheid naar hun partners, dat gaat voor op echt wetenschappelijk goed parlementair werk. Ik voelde mij echt gesnut. Ja, ik ben een eenling in de oppositie, maar ik vind wel dat ik echt heel mooie wetsvoorstellen heb gemaakt die door medische universiteiten zijn gestaafd en mee tot stand zijn gebracht. En voordat je dat op de agenda krijgt, is al een heldendaad. En dan hebben ze 2 keren mijn eerste wetsvoorstel over de INR-meting, dus de bloedstollingsmeting, dat de patiënt dat zelf of de huisarts dat zelf mag doen. Dat vind ik een heel mooi en haalbaar. En dus dat is door studies bewezen dat dat minder morbiditeit en mortaliteit geeft. Dus de mensen gaan minder dood en gaan minder beroertes krijgen en zijn minder ziek. En toch is dat altijd nog wachten op het kenniscentrum, wat ze zeggen en zo. Dus dat is ook altijd een processie van echternacht. Over orgaandonatie heb ik ook een mooi werk gedaan. En hoe dat organen langer dus zouden bewaard kunnen blijven. En zo veel meer mensen aan een orgaan zouden kunnen genieten van er een te krijgen. Maar ja, dus dat is helemaal niet op de agenda geweest. Palliatieven vind ik heel belangrijk. En het laatste jaar heb ik heel hard gewerkt, veel veldwerk gedaan. Want dat doet je ook als parlementariër. Dus niet alleen je brains werken op hoger toerental, maar je begint ook meer maatschappelijk na te denken en er oplossingen te zoeken. En zo vind ik het crazy, Kafka, dus dat er mensen buiten de... een derde van de gevangenen die buiten de gevangenis geen drugs gebruiken, vanaf dat ze gedetineerd worden, ermee in contact geraken en drugsgebruiker worden. Dus dat gaat nog slechter af in de gevangenis. En dat is heel slecht voor ze terug te rehabiliteren buiten de gevangenis, na hun detentie. Dus dat ze dealer blijven, terug agressief blijven, psychose doen, terug criminele feiten gaan doen. Dus dat vind ik waanzinnig. Dus we moeten die drugs buiten de gevangenissen kunnen houden. Dat is moeilijk, maar dat is toch haalbaar, vermits andere landen het wel kunnen.
Dus heb ik de gevangenissen bezocht in Hasselt, in Antwerpen, in Brugge. Dus enkel in Brugge hebben ze een drug-free wing. Dus een afdeling dat drugvrij is, dat de mensen zelf ondertekenen. Is goed, je moogt mij op mijn plasken onderzoeken, dat ik zeker geen drugs neem. Maar bijvoorbeeld, er zijn Belgische gevangenen die naar Tilburg zijn overgebracht. Hè. Naast Nederlands, in dezelfde gevangenis, maar in Nederland zijn die verplicht een plasker te doen. En die Belgische collega's van ons, die zijn dat niet verplicht. Dus die wetgeving schort van geen kanten. En daar heb ik echt een mooi wetsvoorstel over gemaakt en resolutie. En ik hoop dat dat zijn weerklank gaan kunnen vinden. Dus dat is het laatste bij de laatste plenaire dat ik dat nog heb kunnen in overweging brengen. Ik moet zeggen dat als arts is dat een beetje in een enge optiek. Dus de artsenkrant heeft me heel goed behandeld. En wat ik deed, hebben zij altijd genoteerd en er artikels over gewijd. Daar kan ik echt niet over een kwaad woord zeggen. Maar de gewone media, daar kwam ik gewoon niet aan bod. Voordat ik parlementariër was, werden mijn lezersbrieven of is een artikeltje overgenomen in de Standaard. Maar vanaf dat ik parlementariër was van LDD, is er niks overgenomen. Eén keer is over de populiere kwestie, heb ik er eens een column in gekregen. De dagbladen, de media. Ik ben erg ontgoocheld in de Standaard. Dus ze hebben LDD... eerst doodgezwegen en dat heb ik ook geleerd in de politiek, de macht van het woord. Je kunt met een woord iemand kleineren, iemand uitschelden. Eigenlijk is de politiek een heel primitief gebeuren. Dus met woorden kun je een oorlog voeren en het is ook met je taal, met je stem, met je lichaamstaal dat je baas kunt zijn. En dus de media hebben dat echt misbruikt, hoe dat ze Jean-Marie de laatste, nog voor de verkiezing, hoe dat ze over dat artikel over zijn laatste boek, dat een goed boek is. Jean-Marie is een verstandige mens, die heeft de brains om naar universitair te zijn. Echt waar, dat kan ik echt getuigen. Dat is ook een goed boek en hoe dat ze daar dat artikel erover geschreven hebben. Dus de aarde wand op en de geesten verhitten. En dan hebben ze gezegd, ja, een LDD verdampt. Allee, dat vond ik echt not done. Schandalig. Dus ik kan er niet van over ook hoe dat ze allemaal, de journalisten, links gekleurd zijn. En ook meer zo de verzuilde grote partijen en de winnaars die, als je surft op het winnerscurve, dan zijn ze genegen en anders dan versmachten ze. Niet alleen LDD als partij, maar dus ook als individu. We zijn daar met 72. Dat is veel te veel. Dat wordt enorm een betalende kost is aan de maatschappij. Terwijl eigenlijk onze core business, de mensen weten dat ook misschien niet altijd, maar er wordt weinig over geld of over begroting gesproken. Dat is allemaal in de Kamer. Dus wat dat er gebeurt, dat is zo'n beetje meer transcendente meditatie, zoals wijze mensen denken over maatschappelijke problemen. Dus er is de werkgroep vergrijzing, de werkgroep mensenhandel, allemaal heel interessant. Vaak was dat dan de interessantste hoorzittingen waren dan nog bij gesloten deuren. Hè? Dus dat vond ik heel interessant. Maar daar hoef je niet met zoveel te zijn. En het pijnpunt was dan dat er dikwijls op de eerste rij meer professoren zaten dan dat er senatoren zaten. Dat vond ik echt schandaal. En dat werk, dat kan met veel minder mensen gedaan worden, maar dat ze het dan ook doen, hè, en er dan ook zijn en er iets aan doen. Politiek doen is ook op een gemakkelijke manier communiceren met de mensen, ook met andere politieke partijen. En ook over partijgrenzen heen, uw vrienden maken, ook in andere partijen, dat vind ik heel belangrijk. Ook voor de handtekeningen onder uw wetsvoorstellen. De ene mens kan dat gemakkelijker dan de andere. Je kunt moeilijk aan iemand zeggen, dat is een raad dat ik u geef. Je hebt dat in u of je hebt dat niet in u.
De politiek goed volgen, de dagbladen, de tv. In één ding, je goed inbijten, dat je dat goed kent, dat vind ik belangrijk. Dat zou ik als raad geven, zo van die zaken. Ja. En het politieke spel van de regeltjes, dat rode boekje van de reglementen. Ik heb echt veel respect gehad voor de mensen die dat van buiten kenden. En die, gelijk Geert Lambert, die gans de plenaire zitting kon doen stoppen en die aan het roepen was, hier volgens het boekje, ik kan dit of dat. Chapeau, die kende dat. En zo'n Hugo Koveliers, die kende dat ook heel goed. Hugo van den Bergen ook. En nu spijtig, zo die drie mensen die kleur gaven aan de plenaire zitting, die zijn niet terugverkozen. Ik vind dat echt heel spijtig. En dan allemaal nieuwelingen erin, terwijl dat zij het kende door en door. En die reglementen en die regels kenden en ermee konden vechten. Dat is het eigenlijk. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Dat is heel leerrijk, van de cockpitmacht van binnenuit te zien en hoe dat werkt. En ik heb wel zo voor mij het gevoel dat ik veel Vlaamsgezinder ben geworden. Dus vroeger, dan Belgen en ik ben Vlaming. Maar meer en meer zie ik hoe dat wij met onze ogen open bestolen worden. En degenen die Belgen absoluut willen blijven houden en dat constructie willen houden, dat is om het langer te kunnen leegroven. Dus dat heb ik ook, dat was mijn enigste geestige zin, dat ik zo flop heb kunnen zeggen in de plenaire. En dat de waarheid is. Dus Onkelings leent van de Wallonië leent van de federale pot geld om alle klinieken en ziekenhuizen te renoveren in Wallonië. En ze doet dat, ineens pakt ze heel die federale pot tot 2015. Dat is nog een legislatuur verder. Hè? En ze doen dat, heb ik gezegd zo direct in gesprek met haar, met een parlementaire vraag. Doe je dat misschien gelijk een scheidend koppel en dat voelt oei, we gaan naar een scheiding. En even gauw de gezamenlijke rekening gaan leegroven. Dus Vlaanderen heeft dat niet gedaan en ze heeft dat zo conscious gedaan om de klinieken daar te renoveren. Die mensen hebben eigenlijk een fundamentele angst dat die rivier gaat opdrogen. En dat zie je veel meer als je daar ad hoc zij. En dan met al die kleine zaken dat je ziet, dat het eigenlijk allemaal daarom draait. Dat is evident. Als je dan een boek leest van Joost Ballegeer, dus Vlamingen, een land, een volk hè, zonder bovenlaag. We hebben lang met ons laten sullen. Echt waar. Dat is een ervaring die ik heel veel rijker ben. Ja, ik heb een luxe positie ook mee in de politiek te stappen gehad, omdat ik toch als zelfstandige toch nog altijd mijn raadpleging heb. Een advocaat die kan terug zo zijn kantoor wat opvijzelen. En dus nu zal ik ook veel meer beschikbaar zijn voor de patiënten. Dat kalfde zo met de jaren een beetje af, omdat ze mezelf niet aan de lijn hadden van direct een beboken of dit of dat medicament hadden ze mij altijd aan de lijn. En dat was dus 3 dagen per week dus niet. En nu dat ik dan meer bereikbaar zal zijn, gaat dat stilletjes aan wel terugkomen. En dan voel ik me nuttig in het leven denk ik terug nog altijd als cardioloog mijn werk aan doen. En ik ben dus ook gemeenteraadslid in Kalmthout, dus het politieke gegeven zal ik even gretige ogen blijven volgen.